Kijkers, goedendag. Ik heet jullie van harte welkom. Vandaag gaan we een gesprek hebben met mevrouw Del Castillo. Mevrouw Castillo heeft een brief gestuurd naar de ICJ, International Court of Justice, omtrent Tigri-gebied. Uh, wij zien nu vaker op social media dat er een conflict is tussen Tsunamers en Guianese omtrent kaart en ook om het Tigri-gebied. Maar kijkers, laten wij kijken wat mevrouw Castillo te zeggen heeft en waarover deze brief gaat. Mevrouw Castillo, goedendag. Hoe gaat het met u? Het gaat. Ja, het gaat wel. Uh, ik heb vernomen dat u een brief heeft geschreven naar het Hof van Den Haag. Waarom heeft u dat eigenlijk gedaan en waarvoor? Nou ja, D.A. 91 heeft dus een brief gericht aan het internet, de International Court of Justice, het internationaal gerechtshof, daadwerkelijk gevestigd in Den Haag. Um, en dat hebben we gedaan omdat. Um, Vele van ons weten dat er een zaak dient bij het Hof tussen Guyana en Venezuela. En um, wij als Suriname zullen daarin niet bemoeien. Dat is niet nodig om daarin te bemoeien. Maar wat wel nodig is, is dat we ons belang in de gaten houden. En ons belang is onze grens met Guyana. We weten dat daar ook een grensgeschil is. Al vele, vele jaren. Of in het gebied dat bekend staat uh, bij de Guyanese als New River Triangle. En bij ons als het Tigri-gebied. En in dat gebied, dat gebied uh, moet op zijn minst geld als betwist gebied. Wij zeggen het is van ons, Guiana zegt het is van hun. Dus wij moeten, het moet opgelost worden. Maar tot dan moet je op je zaak letten. En we hebben gemerkt dat in de zaak van Guyana versus Venezuela, Guyana natuurlijk bewijslast is gaan aandragen voor het Hof om hun argumenten kracht bij te zetten. En een van de bewezen zaken die ze hebben aangevoerd is een kaart die ze hebben gehanteerd om te wijzen hoe de grenzen van Guyana horen te lopen en waar Venezuela beslag op wil leggen. Maar daarbij valt op dat ze keihard het gebied dat wij noemen Tigri, uh, weet je daar het Coruni-gebied, het New River Triangle zoals zij dat noemen, dat ze dat helemaal hebben opgenomen als het zijn Guyanese grondgebied. En dat kunnen we niet tolereren als Surinamers. We kunnen dat niet accepteren. We moeten daar protest aan tekenen. Omdat in de, in de rechtspraak, ook internationaal, wanneer je niet tegen iets ingaat, dan gaat men ervan uit dat je het hebt geaccepteerd. Um, en dan wanneer je later je, je, je belang wil gaan halen, je pleit wil gaan bezorgen, gaat men, zeggen, gaat men aanvoeren dat eerder uh, dat gebied als het Guyanese gebied is aangewezen en gebruikt en dat je nooit hebt ...tegengestribbeld. Dus waarom nu opeens? Dus je verzwakt je kees eigenlijk daardoor. Dus vandaar dat het belangrijk is... ...dat wij als Suriname gelijk reageren... ...wanneer we deze handelingen... ...van Guyana internationaal zien... ...en vooral bij gerechtshoven... ...zodat het daar in de file opgeslagen ligt. Want wij als Surinamers... ...gaan die grenskwestie oplossen. Liever vandaag dan morgen. Het is al zoveel generaties... ...die het probleem erven. Het moet nou worden opgelost. Het is noodzakelijk voor ons als volwassen land... ...onafhankelijk, we noemen ons van onafhankelijke staat, dan moeten we onze grenzen correct hebben vastgelegd en door iedereen hebben laten eerbiedigen en respecteren. En dus zullen wij ook, en als het van de A91 afhangt, het internationaal gerechtshof benaderen om deze kwestie met tussen ons en Guyana op te lossen. Wel daarom juist is het zo belangrijk dat ook nu op schrift bij het Hof een protest van de Surinaamse samenleving ligt: dat zij tegen het gebruik van die kaart zijn waarop Suriname, als een deel van Suriname, als Guyanees grond gebied is weergegeven. Want wij zien ook vaker op social media dat er een, 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 een oorlog is tussen Surinamers en Guyanese als het gaat om het grensgebied. Maar hoe zit dit? Um, moest u eigenlijk uh, zo'n stap ondernemen of zou de regering ook daarin wat bijdrage kunnen leveren? In feite zou je verwachten dat een alerte regering uh, die beseft wat het belang is en de verantwoordelijkheid vanuit de grondwet, want vanuit de grondwet ligt een grote verantwoordelijkheid op de bescherming van onze soevereiniteit, in het bij de president, um, dat die regering gelijk die stap zou nemen om dat protest aan te tekenen via onze ambassadeur in Den Haag. Die zou dan gelijk een brief aan het hof kunnen richten en zeggen: van kijk, wij gaan, wij hebben een, uh, we bemoeien niet in de rest van het probleem tussen Guyana en Venezuela, maar we willen wel plaatsen Dat Guyana een kaart heeft gebruikt die voor ons onacceptabel is, omdat er een stuk Surinaams grondgebied daarop als Guyanese grondgebied is weergegeven. En we deponeren dit protest ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Toch? Dat zou een verantwoordelijke regering direct hebben moeten doen, omdat hoven zoals het internationaal gerechtshof, internationale organisaties werken over het algemeen met regeringen. En dus een regering dient het Hof aan te schrijven. Maar voor, wij hebben gezegd, als de we hebben heel lang gewacht en gekeken wat. Gebeurt, want de hele maand november was deze kwestie bezig, maar de regering heeft niet gereageerd. En dan zeg je uiteindelijk, wat wij als Surinamers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Elke organisatie heeft een eigen verantwoordelijkheid in dit land voor dit land. In onze beginselen als de a 91 is een van de belangrijkste ook de bescherming van onze grenzen en onze soevereiniteit. En uit hoofde daarvan hebben we toen gezegd, je kan zeggen, ja, de regering moet het doen, hebben we het niet gedaan, dus nou ja. Of je zegt, ik neem de verantwoordelijkheid en doe mijn stuk. Als het Hof het accepteert als volwaardig, daar twijfel ik aan het Hof, maar het komt zeker wel in de file. Het wordt wel in de file gezet als een stuk dat ontvangen is tijdens dit proces. En voor ons als Suriname, wanneer wij een nieuwe regering straks hebben. die wel die daadkracht aan de dag legt. Hopelijk met DA 91 zelf erin. dan gaan we ook naar het Hof stappen om dit op te lossen. De kwestie met Tigri. En dan kunnen we refereren naar dit stuk dat gestuurd werd. Hoewel het misschien niet alle wetskracht. en, en, weet je, en, 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 en juridische kracht heeft. omdat het niet vanuit een regering is gekomen. ligt het daar als een protest. Vanuit de samenleving. Uh, er wordt dan ook door de regering worden er plannen gemaakt om een brug te bouwen over de quarantainrivier. Nou, als Guyana het Tigri-gebied al ja, claimt, dan kan het zo zijn dat de brug die de regering wil bouwen ook van hun wordt. Ja, dus dat, ik, ik, ik vind het mooi dat het ook van hun wordt, um, maar wanneer je kijkt naar hoe de regering omgaat met dit belang van Tigri, dan is dat niet ondenkbaar. Hoewel op dit moment waar het erop lijkt, dat in ieder geval er presidenten worden geschapen. Dus er worden, er worden gewoontes in, in, in gang gebracht die niet gezond zijn voor, de, voor Suriname op de lange termijn. Want wanneer we horen over de brug, horen we vaak het nieuws ook vanuit Guyana. Het is, komt niet vanuit Suriname. We horen vanuit Guyana dat er, is ge, dat er uh, aanbestedingen zijn. Aller, niets komt alsof Guyana de brug gaat bouwen over de quarantaine. Onze rivier. Dus dat betekent dat al een stukje van, van onze. Uh, jurisdictie, dus dus uh, beheers. De, de macht om beheersdaden te plegen uit handen gegeven wordt. Ten tweede, wanneer je kijkt of wanneer men praat over hoe men op de brug uh, de veiligheid gaat garanderen, et cetera, dan hoor je elke samen met Guyana. Hoe kan het samen met Guyana? Die rivier is onze verantwoordelijkheid. Toch? Wij hebben daar alleen de, de bevoegdheid om beheersdaden te plegen. Wanneer je Guyana ruimte gaat geven om op die brug ook beheersdaden te plegen, dan gaan ze dat aanvoeren, 100% gaan ze het aanvoeren. Wanneer we gaan praten over Tigri, dat de, 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 het uit lang verlaten is dat de quarantaine onze rivier is, want zij mogen ook beheersdaden en met onze instemming doen ze dat. Dat is wat ze gaan doen. En geen enkele regering moet in feite deze weg bewandelen om de toekomst van Suriname, de lange termijn belangen van Suriname, in de waagschaal te leggen ten, 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 ten gunste van een, een, een korte termijn. Zeg maar een, een doelstelling dat, dat de regering wil zeggen: we hebben een brug gebouwd. Want daar gaat het om. Ze, ze zoeken wapenveten. We hebben een brug gebouwd naar Guyana. En daarmee geven we de toekomst van Suriname in grote delen weg. Want het Tigri-gebied is geen zomaar gebied. Ten eerste is het Surinaams grondgebied. Ongeacht als daar nou alleen moesboesie was of alleen maar diamanten, moeten we zorgen dat we het beschermen en, en verdedigen. Maar tegelijkertijd is ook bekend dat er in dat gebied heel veel mineralen voorkomen. Dus de, de Surinaamse overheid is, speelt met vuur wat dit betreft. Toch, belangen van die Surinaamse samenleving worden niet behartigd. En voor, voor, voor een korte termijn, uh, zeg, zeg, zeg maar, slogan van wij bouwen een brug. En ik weet niet welke andere belangen, want ik weet niet van, van jullie. Maar ik heb nog nooit van deze regering een plan gezien voor die brug, waaruit blijkt hoeveel geld Suriname eraan gaat verdienen of ermee gaat besparen. Ik heb het nog niet gezien. Ik weet wel dat Guyana zich verhuugt op die brug, omdat zij een heleboel met hun, hun productie bezig zijn nu, investeren en ze willen exporteren. Ook naar, het, naar Europese landen. En Frans-Guyana is via de weg hier heel makkelijk te bereiken. Dus zij zijn zeker voornemens om goed gebruik te maken van die brug. Maar wat wij ermee gaan doen, dat heb ik tot nu toe niet gezien. Wat ik wel weet, is dat ons belang... dat eerst het grensconflict moet worden opgelost... alvorens voor we overgaan tot een brug. Omdat de situatie die we creëren door die brug te bouwen... en daar allerlei sa zogenaamde samenwerking, zogenaamde vriendschap... Ik bedoel, wat voor vriendschap heb je als je vriend een deel van je land bezet? Wat voor vriend is dat? Dan moet je toch durven kijken ernaar met heldere ogen en zeggen van... Dat is geen vriendschap. Toch? Daar, daar, daar moet ik op mijn hoede zijn. Daar moet ik geen centimeter geven die niet hoeft. En dat is wat de Surinaamse regering niet doet. En zie je, je zei net: men vecht op, op social media. Dat zou niet moeten gebeuren. Want kijk. De beslechting van het geschil, grensgeschil, hoeft geen gevecht tussen de volkeren te zijn. Het moet een zakelijke handeling zijn tussen twee regeringen. Die naar het internationaal gerechtshof stappen en zeggen: Dit zijn de, zijn, zijn, zijn de uitslagen van al die eeuwen onderzoek. Zijn de besluiten geweest. Met, uh, een van de laatste besluiten was van Chaguaramas, waarbij beslist werd dat geen van beide landen beheersdaden in het gebied zouden plegen totdat het grensconflict was opgelost. Guyana houdt zich keihard daar niet aan. Dat is wat je zou moeten brengen en dan tot een zakelijke oplossing komen. En daarmee voorkom je juist dat er animositeit tussen de, de, de volkeren komt. Je wil niet dat er animositeit tussen de volkeren komt. Je wil dat zakelijke zaken opgelost zijn en iedereen weet waar ze aan toe zijn. U zei: Guyana houdt zich niet aan de afspraken van de Shogwarama's. Uh, zijn ze daar bezig dingen uit te voeren? Nou, ik heb begrepen dat Guyana daar mensen heeft uh, geplaatst. Uh, dat, dat ze zelf ID-kaarten verstrekken aan mensen die daar zijn. Dus Guyana pleegt verregaande beheersdaden in dat gebied. En behalve dat, we hebben gezien dat de Guyanese president, Irfan Ali... Ook grote kaarten heeft geproduceerd waarop hij aangeeft uh, zijn ontwikkelingsplan. En daarin is Tigri ook opgenomen. Dat zijn ontwikkelingsideeën en plannen strekken zich ook uit tot dat gebied. Dus Guyana gaat heel serieus ermee om, alsof het gewoon van hun is. En Suriname weet dat. En wat, wat ook heel veel irritatie oproept, is dat Guyana, uh, Suriname meedoet in de CARICOM. Maar ook daar niet durft haar mond open te doen en te zeggen: van kijk wat Guyana nu Venezuela ten laste legt. Erger dan dat doen ze met ons. Maar de Suriname zegt niets, integendeel doen we alsof plotseling op een dag Guyana ja, gaat ze zeggen: "Weet je wat? Ik geef het terug." Dat gaan ze absoluut niet doen. In de politiek, in het besturen van een land met in je achterhoofd de lange termijn doelen, toch? En gevolgen van besluiten die je vandaag neemt, is er geen ruimte voor de wijze waarop de Surinaamse regering nu omgaat met het grensconflict. Heeft u ook intussen antwoord ontvangen van het gerechtshof. Nee, we hebben nog geen antwoord ontvangen van het gerechtshof. We hebben de brief 30 november gestuurd. Uh, via de officiële griffier, de registraat, zoals dat heet daar, hebben we het gestuurd. Dus het is sowieso binnengekomen en ingeboekt in de agenda. Maar we hebben nog geen reactie van ze ontvangen. Indien we reactie ontvangen, zullen we het natuurlijk melden. Maar denkt u dat uh, dit alles kan leiden tot, nou, we gaan niet zeggen een oorlog, maar wel een conflict tussen Suriname en Guyana? Nou nee, het zal niet tot een oorlog leiden, maar ik hoop wel dat het ertoe leidt dat de Surinaamse regering beseft dat het menens is bij de Surinaamse samenleving. Uh, en, en dat we er echt schoon genoeg van hebben om van het dooddoenertje dat we een grenscommissie hebben, toch, die, die geen, enkel, geen enkel resultaat oplevert. Want Guyana zit rustig daar en zet het nog erbij op haar kaarten. Dus ze voelen zich helemaal niet begrensd of, of, of gelimiteerd door wat dan ook. En daarnaast, dat ook de Guianese regering beseft. Dat Suriname misschien tot nu toe regeringsleiders heeft gehad, die, uh, die, uh, die het met, met een korreltje zout hoofdzakelijk hebben genomen. Want we hebben momenten gehad dat er uh, wat is opgespeeld. Denk maar aan Periode Weidenbos. Um, maar dat er de nieuwe leiders die in aantocht zijn na 25 mei 2025 serieus werk gaan maken van het oplossen van dit conflict. En dat we ons absoluut niet meer gaan lenen voor, voor een, een, een zogenaamd focussen op wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Terwijl je een stuk van mijn grondgebied in je bezit hebt genomen. Dank u wel, mevrouw Castillo, voor die tijd dat u toch wel heeft. Uh, dit dit uh, brief wat u heeft gestuurd naar uh, het rechtszaal, of ja het gerechtshof van Den Haag, dat u details heeft belicht uh, wat er allemaal zich uh, afspeelt en wat het brief allemaal met zich meebrengt. Dank u, het was een genoegen dat te doen. Dank u wel.